Hoi, ik ben Thomas in beursbox.nl. Ik kreeg de vraag of ik de aandelen Neo Finance eens een keer wilde bespreken. En dat is wel aardig, want ik ben affiliate van het bedrijf zelf, Neo Finance. Ik ben er ook klant, grote klant zelfs. En ik heb de aandelen zelf in bezit. Nou, eens een keertje over de aandelen in plaats van het product van het bedrijf praten is natuurlijk ook wel eens aardig. Dus we gaan eens naar de aandelen kijken. En de aandelen zijn genoteerd op de Nordic Nasdaq. En er is onder andere in Riga en in Vilnius is er een notering. Als we gaan kijken op Yahoo Finance, dan zien we Neo Finance alleen de code in Riga. Ik doe even mijn andere bril op. Kan ik het beter lezen? Maar het is dezelfde koers. Het is in euro's genoteerd. En we zien dus al 2,22. Dat is niet enderend. En we zien geen grafiek hier van de laatste dag. Dit is de laatste maand. Nou ja, dat is iets omhoog. Maar kijken we naar het laatste jaar. Oh, die is er al niet eens meer. Nou, dat is weinig gegevens. En als we dan gaan kijken naar dit aandeel, we gaan bijvoorbeeld naar de statistiek. Dan valt wel op, het is natuurlijk een Europees aandeel. Het is de Nordic Nasdaq. Het is niet een beurs die nou echt heel erg bekend is en waar veel gebeurt. En je ziet, er is geen gegevens beschikbaar op Neo Finance. Ook qua houders, alles is leeg. Dus hier hebben we dus helemaal niks aan. En ik ben ook van mening, ik heb de aandelen, maar ik ben van mening dat je die aandelen niet moet kopen. Hè? Want, ja, je hebt geen gegevens hier in ieder geval. Dus aan Yahoo Finance hebben we dus in dit geval niks. Kijken we in de cliëntportal van FX Flat, dan zien we de Vilnius, dus de hoofdstad van Litouwen, notering, ook 2,22. Maar ook hier zie je dat het allemaal leeg is. Er is dus geen gegevens. Waarom dan die beursnotering? Nou, voor het bedrijf is het wel zo dat ze een aantal eisen moeten voldoen. Bijvoorbeeld openheid van cijfers. Dus als we naar het bedrijf toe gaan, en dit is de website van Neo Finance zelf, dan gaan we eens een keertje helemaal naar beneden. Scrollen helemaal omlaag. En daar vinden we wel een heleboel gegevens, ook over het bedrijf zelf. En hier zie je de referral program, daar gebruik ik dus zelf. Maar hier kan je ook een aantal dingen vinden die ja, van belang zijn voor wat betreft de gegevens. Bijvoorbeeld statistieken. Heel interessant. Nu weet je, als je hier kijkt, hoeveel mensen er actief mee zijn. En dit zijn echte cijfers zoals het ervoor staat. Je ziet dat die lening omhoog gaat. Zo loopt het met het bedrijf, hè? Het gaat gewoon steeds beter en het loopt netjes door. Hier zie je alle cijfers van hoe het er nu bij staat. Dus er is geen geheim. Dat is het grote voordeel van dit bedrijf. En dat komt omdat ze dus met die beursnotering moeten ze ook jaarverslagen en dergelijke inleveren. Ik dacht ook kwartaalverslagen dat ze hebben. Dus ja, dat is allemaal beschikbaar. En kan je dus gaan kijken. Nou, hier zie je dus een heleboel zaken waar je naar kan kijken. Hier moeten we ook. Dit is dan even Invest, is dan Invest in Neo Finance, het programma. Maar er is natuurlijk ook een Invest voor de beleggers. Dus alleen even de vraag waar dat dan precies is. Maar je kan dus ook de jaarverslagen en zo gaan zoeken. Nieuws. Ja, nou goed, ze hebben een heleboel gegevens. Alleen het punt is. Is dit aandeel interessant? En ik vind van niet. Dit bedrijf heeft geen nieuw geld nodig om echt uit te breiden, want ze zijn goed bezig zoals ze nu aan het doen zijn. En het is dus, ik zal even kijken of hier nog wat staat. Het is dan ook niet nodig dat ze heel veel groter worden, dus heel veel investeringsgeld nodig. Kijk, een Amazon die wilde de wereld veroveren. Dat gaat Neo Finance niet doen. Die willen gewoon die markt in Litouwen veroveren. Misschien dat ze nog naar een nieuwe markt toe gaan om daar ook bezig te gaan. Maar hun uitbreidingspakket is wat dat betreft beperkt. En dat is wel te behappen met een kleine financiering. Dus dit hoeft niet een miljardenbedrijf te worden. Dat maakt dus dat die investering in de aandelen niet zo belangrijk is. Want wil je een miljardenbedrijf worden, dan moet je je aandelenkoers omhoog jagen. En dan kan je nieuwe aandelen uitzetten en dan heb je gratis geld. Dat is een manier, dat kan natuurlijk, maar dat vergt wel dat je ook iets hebt waar
beleggers dan razend enthousiast over worden, omdat je dan een pad hebt waar je naartoe gaat. Dat heeft dit bedrijf in die zin niet. Die zijn gewoon keurig, netjes, organisch aan het groeien. En er is niks mis mee, gaat hartstikke goed. Maar het meeste minder rendement haal je met gewoon het programma waarmee ze bezig zijn. Ik zit op ruim 11% rendement per jaar. En daar heb je dus meer aan dan die aandelen die ja, een onzeker rendement geven. En vooral interessant zijn voor mensen die zeggen van, hey, ik wil speculatief iets doen. Dit is vooral gericht even op het programma zelf. Dus dat is even niet op de aandeelhouders. Maar hun doen ook weinig moeite voor, zoals je ziet, om die aandeelhouders te trekken. En ik denk dat dat een goede zaak is, want die aandelen zijn niet zo denderend. Dus ik denk niet dat je dat moet willen. En het is geen probleem dat die aandelen het niet goed doen, omdat het voor het bedrijf niet zoveel meerwaarde heeft. Voor de klant wel, voor ons als klant van Neo Finance, omdat daarmee de verplichting er is dat ze met hun kwartaalverslagen dergelijke naar buiten komen. En die kwartaalverslagen die kan je dus wel vinden via de verschillende beurzen. De Nordic Beurs ga je eens naar zoeken. Ik zal eens even kijken. Nordic Nasdaq. Hier. En dan moeten we hier zoeken naar Neo Finance. Hier is hij. Er staan 4,2 miljoen aandelen uit. Dus het bedrijf is maar een miljoen waard. Nee, is meer. Jawel, meer. 2,2 is het. Dus het is 10 miljoen waard. Dus het is niet een miljardenbedrijf. Zoveel is het niet. Dus dat, je kan erin handelen. Hier moet dus ook notificaties. Ze geven obligaties uit. Nou, dat doen ze keurig. Hier is de interim financial informatie van het eerste kwartaal 2023. Nou, ze hebben voor 9,9 miljoen aan leningen uitgezet. Vorig jaar was dat nog 7 miljoen. Nou, dan zie je hoe groot die omzetgroei is. 41% meer groei. Het gaat gewoon hartstikke goed. Inkomen is 1 miljoen euro. Was vorig jaar nog geen 8 ton. Dus ook dat zie je dus allemaal. En je ziet de kosten 4,8. Dus een totale omzet 532, dat was vorig jaar 409. Dan zie je de kosten eraf. En ze maken nu voor belastingen 166.000 winst. En dat is na belastingen is het dus een winst van 71.900. Ja, dat is vergelijkbaar met mijn BV bij wijze van spreken. Even qua winst. Dus het is allemaal niet schokkend. En dan maken ze eigenlijk maar een return on equity van 3%. Dus dat is voor een aandeel niet zo heel erg denderend. Maar het bedrijf is wel winstgevend, is nog aan het groeien. Dus dat ziet er allemaal netjes uit. Maar daarmee worden die aandelen niet populair. Dus ik raad je echt aan die aandelen niet te kopen. Ik heb ze zelf ook. Ik sta uiteraard op verlies, want die aandelen zijn de laatste tijd in koers omlaag gegaan. Ik weet niet of ik die hier, of de koers ook, de grafieken ook ergens te krijgen is. Nee, show history heeft hij niet. 3, 6 maanden, nee, 3 maanden, 1 maand, nee. Dus het is zeg maar gewoon een stad stil. 2,90 zegt hij hier nog, maar 2,22 zag ik net. Dus dat stelt allemaal niet zo heel veel voor. Key ratios, wat hebben we nog meer? Is dat ingevuld? Ja, hier is het wel ingevuld. En dan zie je dus de kosten van de omzet, dat is in 2019 was het 88%. Je ziet dat fors teruglopen naar 46% nu. Dus dan zie je dat vooral in 2019 zijn ze flink gaan investeren. En je ziet nu die kosten teruglopen. En de margin zie je oplopen. Dus het gaat goed. Het gaat goed met het bedrijf. Nou, hier maakten ze nog verlies. Nu maken ze kleine winst. Maar dat is voor het aandeel niet interessant, dus afblijven. Ik hoop dat je de video interessant vond. Als het zo is, geef een like. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk ook op belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf in op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.